Tijdens deze korte videotutorial ga ik even demonstreren hoe je een focus stack maakt. Dus een samenstelling eigenlijk van beelden waarbij je de scherpte van verschillende foto's gaat gaan combineren. Ik heb hier als voorbeeld een zilveren maan, paramoervlinder, enkele jaren geleden gefotografeerd. En de situatie was als volgt. Ik was met heel weinig scherpdiepte aan het fotograferen. Dan zie je hier diafragma 3,8, dus dat is een heel lage scherpdiepte. Omdat ik een heel mooi boeket in de achtergrond had. Ik had heel mooie lichtvlekjes in de achtergrond, zoals dat je kunt zien. En ik wou natuurlijk heel graag dat boeket behouden. Maar daardoor, doordat ik met weinig scherpdiepte fotografeerde, bleef mijn achtergrond wel mooi rustig, maar was mijn onderwerp niet volledig scherp. Ik kon hoger in diafragma gaan, maar dan verdwijnt daarmee ook die mooie bouquet onscherpte in de achtergrond. Dus een hoger diafragma was geen optie. Om dan volledig de vlinder scherp te krijgen, was het eigenlijk de beste manier om verschillende beelden te gaan combineren. Dus de scherpte van verschillende foto's gaan combineren. Dus bij deze foto, dus vanaf statief gefotografeerd uiteraard, heb ik eigenlijk een verschillend scherpstelpunt gebruikt. En ik ben dus telkens een heel klein beetje, dat is echt een millimetertje dat je verder draait aan de scherpstelling. En zo eigenlijk elk stukje scherp gefotografeerd van die vlinder. En dat kun je een beetje zien. De volgende foto's, ik ga een keer inzoomen. Als we even gaan kijken naar dit beeld, dan zien we dat hier vooral de voorrand, de top van de vleugel scherp is. En dan schuif ik op en dan zie je dat de scherpte een beetje meer naar achteren gaat. Dus de scherpte zit nu hier. En zo ga ik eigenlijk elk stukje scherp gaan positioneren. Nu zit de scherpte van de vlinder hier. We schuiven op en nu komt de scherpte op de kop. En dan heb ik nog een tweetal foto's ook gemaakt voor de scherpte op de plant eigenlijk waar de vlinder op zit. Dus ik heb hier 6 beelden die we eigenlijk gaan combineren. Dus de scherpte van die 6 beelden ga ik gaan combineren. Vooraleer dat ik daarmee begin, ga ik eerst die foto een beetje, een klein beetje opsmukken. Dus ik ga hier al bepaalde bewerkingen op doen in Lightroom. Vooraleer dat ik dan de focus stack ga maken in Photoshop. Want het samenstellen van foto's, het focus stacken, doe je voorlopig nog altijd in Photoshop. Lightroom heeft die functie niet. Dus ik ga eerst de foto even neutraliseren. Ik start altijd van een heel neutraal beeld. En dan voeg ik daar zo een aantal standaard instellingen op toe. En wat is er onder andere gebeurd? Ik ga er eventjes op inzoomen. Ik heb hier contrast op 25 gezet, clarity op 15 en vibrance of levendigheid op 30. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat dat beeld een beetje meer contrast is gekregen. Ik ga nog een heel klein beetje aan de schaduw komen. Een heel klein beetje de schaduw oplichten hier voor het lichaam. Voilà. Dit is het maximum wat ik aan die foto ga doen. En dan ga ik nu diezelfde bewerkingen gaan kopiëren naar naar mijn reeks van 6 beelden. Dus ik selecteer hier onderaan een 6 beeld. En dan kan ik hier rechts onderaan kiezen voor sync. En dan gaat Lightroom voor mij eigenlijk, kan hier beslissen welke instellingen dat ik overneem. En dan gaat Lightroom eigenlijk ervoor zorgen dat al die beelden dezelfde bewerking hebben gekregen. Heel eenvoudig door gewoon de instellingen of de bewerking te gaan synchroniseren. Goed, het werk in Lightroom is gebeurd. Nu voor een focus stack te maken heb ik Photoshop nodig. En een heel handig commando beschikbaar in Lightroom is, als je met de rechtermuistoets klikt op de reeks foto's, dan krijg je een optie edit in of bewerken in. En dan helemaal onderaan open as layers in Photoshop of openen als lagen in Photoshop. En dus we kiezen voor de rechtermuistoets, bewerken in, edit in en dan open as layers in Photoshop. En dit is een stuk, vereenvoudigt het een heel stuk, want nu gaat Photoshop eigenlijk, of Lightroom eigenlijk automatisch al die foto's naar Photoshop sturen en voor elke foto een laag gaan aanmaken. Dus dat bespaart mij een heleboel werk vanzelf te moeten manueel in Photoshop die foto's te gaan combineren. En afhankelijk van het aantal foto's kan dat wel eventjes duren eer dat die foto's zijn ingeladen. Nu 6 beelden, dat zal nog relatief snel gaan.
Dus Photoshop gaat nu, zoals je ziet, eigenlijk elke foto in een lagen boven elkaar gaan plaatsen. Voilà, dus we zien hier nu 6 lagen staan. Het eerste wat je altijd moet doen is zorgen dat die lagen, die foto's eigenlijk perfect op elkaar gealigneerd zijn. Want het kan het best zijn, als er een heel klein beetje wind is of je hebt zelf een klein beetje boog, dat er dus een klein beetje verschil zit tussen de verschillende beelden. Het is dus best om ervoor te zorgen dat die foto's eerst gealigneerd zijn, want anders zou je kunnen een soort ghosting effect gaan creëren. Dus ik ga die lagen allemaal selecteren en dan kies ik hier bovenaan in het menu bewerken of edit voor de optie Auto Align Layers. Dus ik ga er even op inzoomen. In het menu Edit kies ik dan voor Auto Align Layers. En dan verschijnt er een schermpje met een aantal opties. De projectie laat je gewoon op automatisch staan. En ik hoef ook geen andere opties hier aan te vinken, zoals lenscorrectie enzovoort. Omdat die Lightroom al, die zijn al uitgevoerd in Lightroom. Dus dat ga ik niet nog eens opnieuw doen. Dus gewoon op OK drukken. En wat gaat Photoshop nu doen? Hij gaat nu die foto's eigenlijk perfect gaan aligneren en dus mooi op elkaar gaan positioneren. Het kan dus gebeuren dat door die herpositionering dat er eigenlijk aan de randen een paar transparante pixels ontstaan. Dus dat Photoshop eigenlijk die foto's heeft verplaatst en daardoor zijn er eigenlijk een aantal transparante pixels ontstaan. Dan zien we hier bijvoorbeeld aan de rand, ik ga er ook nog eens op inzoomen, dan zien we een randje met witte pixels ontstaan. Hoe slechter dat je het werk hebt gedaan in het veld, dus hoe meer witte rand dat je eigenlijk krijgt. Dus hou daar rekening mee en dat je eventueel achteraf nog een beetje moet gaan kroppen. Goed, de foto's zijn nu gealigneerd en dan ga ik eigenlijk in hetzelfde menu, opnieuw in menu Edit of Bewerken, kies ik daarna voor de optie er net onder. En we hebben dus daar juist gekozen voor Auto Align Layers. Wel, nu gaan we kiezen voor Auto Blend Layers. Dus lagen automatisch samenvoegen in het menu Edit of Bewerken. Goed, en dan krijgen we hier ook een aantal opties. Wat ga ik maken? Ik ga natuurlijk geen panorama maken. Ik ga beelden gaan stapelen eigenlijk, stack images. En dan heb ik hier 2 opties. De eerste optie is eigenlijk om mooie naadloze tonen en overhangen te creëren. Dus ik zou het toch aanbevelen om die geactiveerd te laten staan. En de laatste optie is Content Aware Fill Transparent Areas. Of dus eigenlijk kan Photoshop die transparante randen die zijn ontstaan door het aligneren eigenlijk zelf al gaan retoucheren. Dus als je die optie wilt, dus als je wilt dat Photoshop zelf die transparante randen die ontstaan zijn zelf al gaat gaan retoucheren, dan laat je dit ook aangevinkt staan. Op oké. En wat gaat Photoshop nu gaan doen? Eigenlijk, hij gaat elke foto gaan analyseren en hij gaat gaan kijken wat dat de scherpe delen zijn. En op basis daarvan gaat hij eigenlijk een masker gaan aanmaken. Want een masker laat eigenlijk toe om te gaan bepalen wat dat je van een bepaalde laag ziet en wat dat je niet ziet. Dus Photoshop gaat eigenlijk vooral de scherpe delen van die bepaalde laag, van die bepaalde foto laten zien. En gaat dat dus zien uiteindelijk als Photoshop klaar is, ontstaan er overal maskers bij elke foto, waarbij dat Photoshop dus in elk masker het scherpe stukje laat zien. Voilà, en dit is het resultaat. We zien dus een bovenste laag staan. Dit is de geretoucheerde laag. Ik ga die eventjes uitvinken. En dan zien we hier onderaan eigenlijk onze foto's, maar daar is telkens een masker bij. En dus het masker bepaalt wat Photoshop eigenlijk laat zien uit elk beeld. Dus uit deze foto zie je uit welke stukken dat Photoshop eigenlijk uit elk beeld gaat gaan halen. Dus in het resultaat zien we hier, ga er ook eens op inzoomen. En zo zien we eigenlijk heel mooi dat de vlinder mooi scherp is, helemaal mooi scherp is. Zowel kop als vleugel. En dat de achtergrond eigenlijk onveranderd is gebleven. Dus ik heb nog altijd dat mooie, zachte bouquet. Dus om af te ronden ga je waarschijnlijk nog alle lagen samenvoegen. En dat doe je hier aan de zijkant door te kiezen voor de optie Flatten Image of Merge Visible. En dan krijg je uiteindelijk 1 laag. Als ik die nu ga bewaren, dan komt die in Lightroom terecht. Dan kan ik er daar eventueel nog aan verder werken. Maar je kunt dat niet enkel doen bij macrofotografie. Je kunt dat ook toepassen bij landschapsfotografie. Hier heb ik een beeld, een riviertje in de Ardennen gefotografeerd. En hier heb ik ook, omdat ik vrij laag bij de grond fotografeerde,
Dus vrij laag bij die rotsjes, heb ik ook een aantal beelden gemaakt, 4 beelden, om een mooie scherpte te hebben, zowel vooraan als achteraan. Dan gaan we ook eens bekijken in detail. Dus hier zien we het beeld waarbij de scherpte vooraan eigenlijk perfect is. Maar als we naar achteren gaan, zien we dat de scherpte hier op die bomen zeker niet ideaal is. En dan heb ik nog een beeld, ik ga de tussenliggende beelden even overslaan. Dit is het laatste beeld, dus ik heb het scherpste punt ook telkens een klein beetje verder gezet. En nu zien we een mooie scherpte achteraan. Maar als we naar voren gaan, gaan we zien dat de blaadjes hier vooraan niet meer mooi scherp zijn. Dus die beelden ga ik nu ook gaan combineren op net dezelfde manier. Ik selecteer de 4 foto's, ik kies opnieuw voor edit in of bewerken in en open as layers in Photoshop. Dus dan komen de 4 foto's in Photoshop terecht. Ik zie hier de 4 lagen staan. Ik ga ze opnieuw selecteren. Opnieuw hetzelfde, edit of bewerken, auto align layers. Dus de lagen gaan uitlijnen. En dan de volgende stap, edit of bewerken, auto blend layers of lagen samenvoegen. Stack images kiezen we, dus beelden stapelen, naadloze toon. En ik ga ook opnieuw de content aware fill laten toepassen. Ik druk ook op OK. En opnieuw gebeurt hetzelfde proces. Photoshop gaat de scherpe delen in de foto gaan analyseren. Die gaat eigenlijk, op basis daarvan gaat hij het masker maken. En dan krijg ik een totaalbeeld met de mooie scherpte van voor naar achteren. Voilà, dus dit is de afgewerkte versie. Opnieuw de bovenste laag die eigenlijk de samengevoegde laag is. Waarbij ook mijn randen zijn geretoucheerd. En dan eigenlijk alle beelden waar dus Photoshop de scherptes heeft uitgeselecteerd. Dus dit is het totaalbeeld. En als ik daar nu nog eens op inzoom, ga ik opnieuw zien dat zowel de scherpte achteraan, en ik heb hier een heel mooi detail, achteraan in mijn bomen en struiken, maar ook helemaal vooraan tot bij de dichtste rand zijn de bladeren mooi scherp. Dus dit was focus stacking. Dus het samenvoegen van scherpte in beelden. De optie is voorlopig nog niet mogelijk in Lightroom, daarvoor heb je dus Photoshop nodig. Er bestaan ook andere software die dat doet, zoals Helium Focus. Dat is een specifiek programma ontwikkeld om focus stacks te gaan maken. De moeilijkheid ligt hem eigenlijk niet achteraf, want het meeste wordt automatisch uitgevoerd. De moeilijkheid ligt hem vooral in het veld om de juiste scherpstelpunten te gaan bepalen en ervoor zorgen dat je geen enkel stukje vergeet, want anders zou je een onscherp deel in de foto hebben.